We zijn vandaag op de Automotive Campus, een van de plekken waar wij als Automotive Learning Community actief zijn met onze 70 organisaties. We bezoeken vandaag de case rond solar en elektrificatie, waar Summa, Fontys, Lightyear en de Busco actief innoveren, leren en samenwerken. Hey, Busco heeft een droom. Een droom om mee te helpen onze wereld uitstootvrij te maken. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben wij gekozen voor elektrische bussen. Talcom, die Automotive Learning Community, is een prachtige samenwerking tussen een heel aantal partijen die voor ons ook belangrijk zijn. Zoals Fontys, Summa College, Lightyear onder andere. En samen met die partijen hebben wij nu een case, voor een van de cases waar wij aan werken, is een zonnepaneel op onze bus om daarmee in feite onze range te verlengen, wat voor ons weer heel belangrijk is. De samenwerking met Ebusco hebben we specifiek opgezet rondom onze zonnetechnologie. Dus op de auto bij ons liggen zonnecellen. En we gaan die zonnecellen niet alleen op de auto's leggen, maar ook op bussen. We werken samen in Talcom, in de learning community. Omdat we ervan overtuigd zijn dat je niet alles zelf bedenkt. Maar dat je juist de kracht zeg maar, van andere partijen, zoals een Ebusco of een Summa Fontys, kan gebruiken om je eigen producten nog beter te maken. Dus bijvoorbeeld van studenten die nieuwe kennis hebben opgedaan op een studie. En die dat dan toepassen bij ons, bij Lightyear. Ja, dat zijn voorbeelden die komen uit zo'n learning community. Bij Fontys Automotive zijn we hier bezig met de Mino Electric Drive. En daar verbinden we eigenlijk elektrische auto's met zonne-energie. Bij de Mino hebben ze eigenlijk een groot project waar ze een zonnevoertuig gaan bouwen voor de World of European Solar Challenge. En daarmee in samenwerking met bedrijven krijgen ze de kennis vanuit die bedrijven. Bijvoorbeeld Lightyear heeft een gastcollege gegeven bij de studenten. En ze krijgen ook vaker materiaal voor hun voertuig. Ik ben de Mino gaan doen om vooral veel meer bekendheid te hebben over elektrificeren van de huidige auto's. En ook de zonne-energie erop te zetten. Wij werken samen met Summa, omdat Summa verder is in de 3D-tekenen dan wat wij zelf zijn. En we willen graag alle onderdelen gepuzzeld hebben in de auto. En Summa die kan ons daar heel goed bij helpen. Studenten werken graag aan deze nieuwe innovaties, omdat ze dan een breed beeld krijgen van wat er te koop is in de branche. En omdat ze dan straks in hun eigen beroep daar echt heel goed weten wat ze willen en hoe ze zich kunnen specialiseren. Ja, onze buurman Lightyear, daar lopen studenten eigenlijk het hele jaar door stage. Bovendien hebben zij ook een testopstelling gemaakt tijdens hun opleiding. En er werkt een student van ons op dit moment al vast bij Lightyear. Bij Lightyear geloven we echt in de kracht van samenwerking met de regio. Voor ons de volgende stap is om de auto naar de markt te brengen. En om de zonnepanelen naar de markt te brengen. Natuurlijk om een succesvol bedrijf te bouwen. En daar heb je anderen voor nodig, dat kun je niet alleen. En dat is de reden dat we met Summa samenwerken, met Fontys, met Ebusco. En dat is voor ons de kracht van zo'n learning community. Wij vinden ook dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om terug te geven wat wij zelf ook gekregen hebben. Toen ik jong was, waren er ook partijen om me heen die mij de mogelijkheid gaven om te leren en om uiteindelijk de professional te worden die wij met z'n allen zijn geworden. Dus ik vind ook dat wij dat terug moeten geven.